Als u een beletterde vrachtwagen voorbij rijdt, is de kans groot dat de letters zijn uitgesneden met een West-Vlaamse snijmachine. Suma in Gistel is Europees marktleider in zijn sector. Zo pas heeft het bedrijf een nieuwe eigenaar gekregen, Gimf. De investeringsmaatschappij noemt Suma een hidden champion. De belettering op de vrachtwagens van Colruyt bijvoorbeeld is gesneden met een rolsnijmachine van Suma. Niet bepaald een bekende naam, tenzij in de grafische sector, waarin het bedrijf Europees marktleider is. Het zijn voornamelijk beletteringsfirma's. Mensen die dus borden, voertuigen moeten beletteren, auto's, wrappen noemen wij dat. Dat zijn voornamelijk onze klanten. Niet alle machines van Suma snijden op rollen. 4 jaar geleden gooide het zich ook op deze vlakbedsnijmachines. Die kunnen ook uit hardere materialen complexe vormen snijden. Razendsnel en heel precies. Hierin ziet het bedrijf het grootste groeipotentieel. We zijn daar een challenger, maar wij gaan de volgende jaren nieuwe modellen introduceren. We hebben nu voor het ogenblik 2 modellen, maar het plan is om toch op termijn, binnen 5 jaar, toch naar een 7 à 10 modellen te gaan. Ook investeringsmaatschappij Gimf ziet het groeipotentieel. Sinds vorige week is de hoofdaandeelhouder hier niet langer Suma's Amerikaanse distributeur, maar Gimf. Het marktaandeel in Europa is 60%. In Amerika zitten we net onder de 10% en in Azië 1%. En het is vooral in Amerika met een nieuw distributiemodel en in Azië met merkbekendheid en het in de markt zetten van de producten waar we gaan groeien. De grafische sector lijkt nogthans eerder te bloeden dan te bloeien. Maar dat geldt niet voor alle segmenten. De digitale printingmarkt is een groeimarkt en in het zorg daarvan gaat digitale afwerking ook mee. En vandaar dat we geloven dat Suma volop kan profiteren van die groei. Behalve Gimf zit ook het management aan boord bij Suma met 1/3 van de aandelen.